Ik kan hier mijn verhaal vertellen omdat het is gelukt en dat is heel gaaf, maar 99 andere verhalen die halen het niet. Wat doe je als je bedrijf heel slecht gaat? Hoe is het om te werken met familie? Hoe verkoop je je bedrijf succesvol? En wat doe je als je vermogend bent geworden? Dat zijn allemaal vragen waar mijn gast een antwoord op weet en dat gaat hij geven in dit gesprek. Welkom bij CVD-TV. Mark Bos, van harte welkom. Uh, we gaan al die vragen behandelen, vind je het goed? In één keer, ja, in één keer in één gesprek, maar uh, uh, laten we eens beginnen met eindelijk even je doopzee lichten. Dus als je nou eens jouw loopbaan, gewoon in een minuutje of zo, weet ik veel, pak een paar minuutjes voor, eigenlijk vanaf politieagent tot nu, ja, is dus gestart als uh, politieagent als 18-jarige Een, uh, een uh, handeltje gestart in uh, circuitmotoren, die ik kocht uh, in Engeland en in uh, Nederland verkocht. Mijn uh, vader had een uh, uh, samen met een compagnon een uh, bedrijf Opgezet in de motorkleding, een, een retailbedrijf. Met het idee dat dat een retailketen zou worden. Nou, uh, uiteindelijk, lang verhaal kort, heeft dat vijf jaar lang verlies gedraaid. Uh, en uh, was ik dus bij de politie uh, al aan het ondernemen. Um, en kwam mijn vader in 2011 uh, ja, in zijn eentje te staan. Hij was eigenlijk de financiële investeerder in dat uh, bedrijf. En zijn kompion, die zei: uh, Ja, goed, uh, ik, uh, ik scheide ermee uit. Succes ermee. Dus mijn vader zei: van, Ja, wat, uh, wat weet, je, weet jij nog iets wat ik ermee kan? Uh, toen had ik in Amerika een bedrijf gezien die iets met YouTube deed, en die maakte uh, vergelijkingsvideo's, productreviews. En dat vond ik wel interessant. Dus ik ben naar Amerika gevlogen, uh, naar dat bedrijf toe gegaan Ik kreeg een rondleiding en een lunch met de eigenaar. Dus met een bak vol inspiratie terug naar huis. En uh, nou, toen zei ik, uh, ik denk wel dat ik weet wat we moeten doen. Dus samen met de stagiair een videoconcept uh, opgezet: vergelijkingsvideo's, uh, productreviews van alle producten die er in de winkel op dat moment lagen, in een garagebox, uh, clichéverhaal. Zelf een website gebouwd. Uh, en eigenlijk van het ene op de andere dag uh, ging, uh, ging het lopen en kwamen de klanten door de deur. En dat was eigenlijk het probleem, hè? waardoor dat bedrijf niet van de grond kwam. Er waren, kwamen gewoon geen klanten. Ja. Dus ja, van de een op de andere dag veranderde dat. Uh, dat was in 2012, toen zijn wij in 2013, we zaten bij intensief beheer bij de bank, uh, zijn we uit intensief beheer gehaald, omdat het eigenlijk hartstikke goed ging. Alleen dat verleden bleef ons wel altijd achtervolgen, omdat we eigenlijk altijd een ja, slechte cashpositie hadden, omdat we iedere keer uh, ja, uh, geld terug moesten blijven betalen van de schulden die we hadden opgebouwd. Dus in uh, 2013 uit intensief beheer, nou, uiteindelijk een paar jaar uh, goede winsten gedraaid. Toen in 2016 uh, hebben wij ons tweede filiaal geopend, want we hadden de webshop en het online platform. En, ja, goed, dat, dat ging goed en daar, daar kwamen door, klanten door, door de deur. Maar dat kostte wel veel geld om, uh, om die klanten met AdWords of, uh, of mm -hmm. met die video's te, te bereiken. Dus ons idee was om, om een aantal winkels te openen en uh, nou, die kosten ook zo te spreiden. Dus uh, van twee, vanaf 2016 dat traject ingegaan, een winkel in Tilburg uh, langs de snelweg, een heel groot filiaal geopend. Het jaar daarop in uh, Brussel en Zutphen, het jaar daarop in Veghel uh, en nog twee andere filialen. Tot wij eind 2018 uh, acht winkels hadden geopend, waar wij voor ieder filiaal ook bij, uh, bij de bank uh, financiering voor hadden gekregen voor een deel... En toen wij met de plannen voor het jaar daarop daar kwamen, zei de bank van... Ja, weet je, Mark, je hebt nu zoveel geleend. Uh, en je, je hebt zo'n grote terugbetaalverplichting uh, op redelijk korte termijn... Dat, ja, dat, dat, we, dat we je eigenlijk geen geld meer kunnen lenen. Dus uh, ja, goed, of je mag uh, twee jaar uh, even stoppen en, uh, en gaan sparen... en wat vet op de botten krijgen of, uh, of niet. Uh, of je gaat op een andere manier uh, op zoek naar geld. En toen? Nou, toen zijn wij in 2018... Uh, Want ik zit nog uh, naar verkoop te wachten. Ja, ja goed, dat, dat komt er dan waarschijnlijk aan. Ja, uh, ja. In 2018 een aantal ME-adviseurs uh, uh, gesproken. Ja. Uh, omdat wij een plan hadden om een deel van mijn uh, vaders en aandelen te verkopen. Uh, en zodat ik nog uh, een ronde door kon aan een investeringsmaatschappij of investeringsgroep uh, om, uh, nou, om in ieder geval die groei weer te kunnen financieren. Dus hebben we een aantal partijen gesproken, waaronder uh, Marklink. En uh, ik had uiteindelijk bij Marklink uh, de, de beste klik. Um, en toen zijn wij uh, begin 2018 een traject ingegaan om dus een deel van het bedrijf uh, te verkopen. En ben je dan rijk daarna? Want als je helemaal vol met schulden zit, hoe werkt dat dan? Als je dan je bedrijf verkoopt, ben je dan vermogend? Nou ja, dat ligt eraan hoe, hoe groot jouw schulden zijn. Hè? Je hebt verschillende manieren om je bedrijf te waarderen en te verkopen. In eerste instantie zouden wij dus uh, een, een deel van de aandelen verkopen. En zouden we daarmee alleen maar geld het bedrijf inhalen in en een stukje uh, uitbetalen aan, uh, aan mijn vader. Ja. Maar je, ja, die schulden zul je een keer moeten, moeten, ja, moeten, moeten verrekenen. En, maar ben je er vermogend door geworden? Nou ja, dan is misschien de context wel belangrijk. Dus wij zouden een deel uh, verkopen, dus ik zou dat eigenlijk niet doen. Uh, in het traject met, uh, met Marklink hebben we een aantal investeringsgroepen gesproken, maar ook een aantal strategische partijen, dat wil zeggen concurrenten en, en leveranciers, ja, voor wie ons bedrijf een veel hogere uh, waarde had. Uh, ook omdat zij of met hun eigen merken uh, uh, hun, hun sneller uh, voet aan de wal konden krijgen in, in, in ja. Nederland en België, want daar waren wij op dat moment al marktleider. Ja, of omdat zij versneld een, een, een regio konden toevoegen aan hun, uh, aan, aan, hun, aan hun portefeuille. In het geval van de concurrenten uit, het, uh, uit andere landen in Europa. Dus uiteindelijk hebben wij uh, een aantal biedingen ontvangen. En uh, waren die biedingen van de strategische partijen ja, zo anders van groot orde. dat we uiteindelijk toch hebben besloten om uh, nou, het volledige bedrijf te verkopen. Uh, mede omdat er voor mij een, een constructie in zat waarin ik een groot deel uh, weer kon herinvesteren in, uh, in, in, ja, in de overnemende partij. Om zo voor mij uh, ja, een pre-exit te, te creëren. Ja, en en, je uh, verkocht het oude bedrijf, maar je nam weer een share in nieuwe constructie. Ja, in het ja, grote geheel. En die ja. heb je nog steeds. Ja. En, maar je bent ook op wereldreis gegaan daarna en je bent wat nieuws gestart hè? Ja, dus dan hebben klopt. we eigenlijk zeg maar, van politieagent tot... Uh, dan doe ik die laatste twee stappen even heel kort. Ja, hè? ja precies. Ja. Ja. Uh, laten we de lessen eens hieruit gaan trekken. Want dat is denk ik interessant aan dit hele verhaaltje. Je vliegt er overheen. Dus heel veel mensen zitten nu even aan te halen. van Oké, okay, wacht even, wat, dit is een heel verhaal. Laten we eens even een paar stappen die ik net in het begin zei, even eruit halen. Uh, je bedrijf draait heel slecht. Uh, dat is bij jullie vijf jaar lang, zeg jij, geweest. Hè? Ja. Hoe kan een bedrijf vijf jaar lang verlies draaien? Dan ga je, heb je dan zoveel vet op de botten dat je dat vijf jaar kan volhouden. Nou ja, door, door je leveranciersbetaaltermijnen uh, op te rekken. Door, uh, door geld bij te storten. Door, uh, door, door, door extra financiering aan te vragen bij, uh, bij de mensen die, uh, die erin zijn gestapt. Door uh, uitstel aan te vragen bij de belasting. Er zijn verschillende manieren om, ja, om, een, om een langere adem te kunnen, kunnen houden. Maar word je daar niet heel erg. Wat zijn je lessen die je eruit getrokken hebt? Als je terugkijkt naar die tijd. Ja, jij zat er toen nog maar. Want je kwam op een gegeven moment pas in beeld toen dat ja. al slecht ging. Ja. Wat zijn jouw ondernemerslessen die je uit zo'n traject haalt? Nou ja, ik vraag mezelf wel heel vaak af. Ja, had ik niet beter op dat moment hè, dat niet kunnen doen? Niet in een bedrijf kunnen stappen wat al zoveel leed had gekend. Maar nou, ik had ook wellicht iets nieuws kunnen opstarten. Hè? Of je, ja. je kunt het ook failliet laten gaan en het op een andere manier weer oppakken. Maar... Goed, eh, ik kan hier mijn verhaal vertellen omdat het is gelukt en dat is heel gaaf. Maar 99 andere verhalen die, die, die halen het niet omdat er of te veel risico is gelopen... of, eh, of, of er niet de juiste keuzes zijn, uh, zijn gemaakt. Maar wat zijn variabelen waar je op moet letten om dat go-no-go? -no -go, want je krijgt elke keer weer zo'n moment van moet ik nou die stekker eruit trekken of moet ik het toch weer ja op wat voor manier dan? nou ja in mijn geval denk ik dat het ook uh, de, de de jeugdigheid uh, is geweest ja, die, je, hoe oud was jij toen uh, toen ik het bedrijf instapte uh, 21 22 ja ja. Ja. ja dan 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 neem je gewoon de risico's en ik had op dat moment geen geen verantwoording aan iemand uh, af te geven ik had een appartementje met uh, met uh, lage hypotheek ja. dus ja ik ik kon nog wel een, uh, een, ja, ja. een. Als het mis zou gaan, nog, een, uh, nog overnieuw beginnen. Maar ja. aan de andere kant, hè, mijn vader, die. Ja, die was op dat moment uh, ja, niet meer in de leeftijd. dat hij opnieuw zijn pensioen nog zou kunnen opbouwen. Hè. Dus die. Ja. die speelde daarin wel met. met, uh, met een groter risico. Aan de andere kant had hij ook geen optie. Dus het is. Achteraf gezien, ook wel heel gaaf dat we dan toch met z'n tweeën uh, zijn pensioen hebben kunnen redden en voor mij een hele mooie uh, ja, startpositie hebben kunnen neerzetten voor mijn volgende. Oh, dat, is een avontuur. dat is een verantwoordelijkheid. In een ja, dat heb ik nooit zo als, 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 als juk, uh, nee? juk gevoeld. Nee, ja, dat is ook weer die, die. Want was jouw pa echt, uh, als dit was mislukt, was je pa dan echt volledig bankroet geweest of had hij al wat schaapjes op het droog? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, hij, hij zegt zelf altijd: hij had zijn schaapjes op het droog. Uh, wat hij heeft daar, had voor uh, motorkledingcenter, zijn. Uh, bedrijf uh, al een keer verkocht. En hij uh, nou, heeft daarna wel een aantal keer pech gehad, waardoor uh, door dat vastgoed leeg heeft gestaan. Um, en dus uh, een aantal, aantal investeringen had gedaan die ja, niet bleken te zijn wat, uh, ja. uh, ja, wat, wat er van wat, wat werd gedacht. Dus uh, ja, had, had en ze, daar moet ik altijd om lachen, het zijn, het zijn schaapjes, hè, die stonden op het droog, maar die kregen wel weer natte voeten. <laughs> ja, en op een gegeven moment, na, na vijf jaar MKC, dus in 2011, was er al iedere keer geld bijgegaan. MKC is de naam van het bedrijf. Het klinkt Center, afkorting. Ja. Uh, en dan was er iedere keer geld bijgegaan. En eigenlijk ja, was er ook niet heel veel ruimte meer om, ja, om dat. Om er nog meer in te, in te doen. En de bank, die wilde ook zijn geld terug. Dus wat was het worst case scenario voor je pa dan? Nou ja, gewoon, stekker eruit uh, en al ja, het geld kwijt. Maar ja, zakelijk en persoonlijk visement. En, dus ja. en een hele hoop schapen die dan zou verdrinken. Ja, ja, ja. en ja, begin dan nog maar een keer opnieuw. Dus ja, uh, want hij was uh, ja. al redelijk uh, op leeftijd. Ehm. Ja. Uh, tweede item, wat ik in het begin zei, want daar hebben we het nu eigenlijk ook over, is werken met familie. Dat uh, is natuurlijk een, bijna, is ook een, in Nederland een fenomeen. Uh, alhoewel, als het gaat om opvolging, uh, is, is het geen goed nieuws. Hè? Er zijn steeds minder familiebedrijven die, uh, die opvolging krijgen vanuit familie. Uh, wat zijn daar de, de, de learnings uit, als je terugkijkt? Wat waren de moeilijke momenten? Of, uh... Nou, achteraf gezien vind ik het wel heel gaaf dat ik zoiets samen met mijn vader heb kunnen, kunnen doen. Uh, ik vind ik vind het ook uh, knap dat hij in die zin ook, uh, ook het uh, grotendeels heeft kunnen loslaten. Hè? Dat er heel veel hmm. dingen anders gingen dan, uh, dan, dan, ja, dan hoe hij dat zou doen normaal. Maar goed, er zit ook een behoorlijke generatie tussen. Uh, en hij leeft natuurlijk Met die YouTube-video's, die, YouTube die ja. heel aantoonbaar. Waar ik me ja. voorstel dat hij zich zat van, wat ga, wat ga je ja. doen? Ja, en ik kan me nog heel goed herinneren dat wij, uh, dat wij toen de website net live was... dat ik ging starten met Google AdWords... En, ja, de geldkraan was echt dicht. Ja, ja. Dus iedere 50 euro eh, die ik uitgaf, en ik gaf 50 euro uit in een maand aan Google AdWords, daar werd ik door uh, aan het bureau geroepen van Mark: uh, wat is dit? Uh, daar hebben we geen, uh, geen geld voor. En ja, ik was in de veronderstelling dat dat de, de, de weg naar de, naar de oplossing was. Dus ik wilde die kraan open draaien. Dus we hebben, jarenlang hebben wij uh, ja, lopen, uh, niet lopen vechten, maar. Uh, elkaar scherp gehouden in in uitgaven en uh, ja, ja. en en ja en, en 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 inkomsten en ik denk dat dat ook wel dus ja, voor heeft gezorgd dat we dat we we zijn heel hard gegroeid soms net te hard maar niet te hard om uh, um, ja. uh, om zeg maar uh, je, uh, op de je, kop te gaan zeg maar. In, in positieve ja. zin ja ik zou best wel gestrest raken van zo'n bedrijfssituatie daar heb je maar jij was super jong uh, maar blijkbaar had je dat ondernemende in je dat je daar wel tegen kon ja en, en en mijn vader was toch meer degene die echt met de debiteuren en de crediteur en de facturen ja, ja, ja. Aan, het, aan het stoeien was. En, en, en ja. gaf mij daarmee de ruimte om, om gewoon uh, bezig te zijn met, ja. met, met toch de groei. Ondanks ja. dat we daar uh, wel iedere euro voor moesten omdraaien. Ja. En, en goed, uh, mijn bijdrage daarin was dat ik, uh, ik, was, ik was jong. Uh, ik had... Uh, Niemand iets en uh, geen verplichtingen, dus ik, ik werkte gewoon zeven dagen in de week van s ochtends tot s avonds. En uh, ja, ik denk dat we dat ik dat een aantal jaar heb gedaan en uh, ook met, met, met heel veel toewijding, waardoor we uiteindelijk toch uh, ja, ja. die groei hebben kunnen, kunnen doorzetten. Werd jij aandeelhouder dan ook? Ja. Dat heb je, dus je heb je op een gegeven moment ingekocht. Ja, dus voordat wij de tweede filiaal uh, gingen openen, hebben wij al uh, ja, onderling daar uh, afspraken over gemaakt. Er waren natuurlijk, de, ik kan me voorstellen dat er verschillende bedrijven waren. In de zin van vastgoed misschien. Of, uh... Nee, ja, geen vastgoed. Maar we hadden een aantal BV's, eh, zeker toen we nieuwe winkels gingen openen. Nou, dat eerste bedrijf dat had eigenlijk een hele grote schuld opgebouwd. Dus ja? dat was vrij. Eh, dat niet, helft niet heel veel om daar dan. Als aandeelhouder in te stappen en bij alle nieuwe BV's nou, goedkeuren. Uh, wel goedkoop, <laughs> maar ja, ja goed. Uh, vraag me nu of ik het nog een keer zou betalen, wetende wat de risico's waren. Dat, uh. Uh, in, daar kunnen we nog een podcast over opnemen, denk ik. Ja. Maar, en daarna hebben we heel veel nieuwe BV's opgericht en hebben we heel veel dingen gedaan, waardoor uh, ja, waardoor, uh, waardoor ik uiteindelijk gewoon uh, mee, mee ben gegaan in dat. Uh, met je vader of haar nog meer aanhouden? bij betrokken? Nee, met z'n twee. Met twee. Um, de volgende les, en uh, dat, dat is, ik noem het even het marketingstuk, maar het, het verkopen van het bedrijf. Um, um, iets waarvan ik nog steeds merk dat best wel veel ondernemers daar niet eens zo bewust mee bezig zijn. Hoe belangrijk is het om daar überhaupt over na te denken, over het verkopen van je bedrijf? Nou, ik, denk heel, ik denk heel belangrijk. Uh, zeker ook om. In de strategieën, als je als verkoper een doel is, dan, dan, dan is het ook goed om van tevoren al na te denken over wie zou een potentiële koper kunnen zijn. Hoe ga ik mijn bedrijf dan daar het meest interessant voor maken? Kijk ik naar bruto marge, kijk ik naar, 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 naar omzet, kijk ik naar, naar winst. Dat zijn allemaal dingen die, die ik nu weet, die ik nu met de investeringen die ik doe, waar, waar, waar ik wel goed over nadenk. Maar ja. daar heb ik bij, bij MKC nooit over nagedacht want nee, eigenlijk was in eerste instantie: was het, was het overleven en, en zorgen, dat we die, zorgen dat we weer op het droge kwamen. En ja. daarna gewoon ja, volgens een droom naleven. Omdat we ja, wij hadden het, wij wisten dat het zou kunnen slagen. En daar hebben we gewoon ons, ons best voor gedaan. Wat zijn je learnings uit zo'n verkoop? Hoe, heeft, hoe lang heeft zo'n verkoopproces eigenlijk van begin tot eind geduurd? Nou ja, in, in ons geval uh, echt heel lang, uh, bijna anderhalf jaar, omdat er uh, ja, in dat proces uh, ook een aantal keren het proces is gestopt, of, uh, of toch een andere, andere wending heeft, uh, heeft genomen. Waardoor, uh, nou, ik denk, het eerste jaar. Uh, heb ik ook het, het, het boek onderzoeken? Als je een bedrijf verkoopt, dan, uh, dan spreek je met elkaar iets af op, op, uh, op de blauwe ogen en een document wat wordt, uh, ja. Wat wordt uh, gemaakt. Brochure, zeg maar. Ja, precies. En ja. daarna wordt gekeken of, ja, of, ja, of die, die auto ook echt wel die auto is die je uh, nou, gaat, hem, die gaat, gaat de motorkap open zeg precies. Maar. ja. Dus uh, nou, dat, 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 dat gemaakt, dat heb ik zelf met Marklink gedaan. Daarna het eigenlijk het eerste due diligence uh, ook, ook helemaal zelf gedaan. Dat is echt boekonderzoek, hè? Dan ja, gaat de, ja, ja. de potentieel kopende partij gaat in elke kast kijken of er een lijken Ja, nou, en in ons geval hebben we twee keer zo'n traject uh, uh, moeten doen. Dus ik, ja, ik ben daar zeker het eerste deel, uh, nou, ik denk een jaar lang, wel, wel grotendeels de focus op de business uh, kwijt geweest. Alhoewel we aan de andere kant in datzelfde jaar ook onze grootste concurrent hebben overgenomen, die fiets ging en nog twee filialen hebben geopend. Dat noem je langs de zijlijn? Ja, maar dat, goed, dat, had, dat was ook omdat ik een, een, een goed team omheen uh, had en verzameld. Dus mensen werkte dat dan tegen die tijd? Uh, toen die... wij uh, verkochten rond de 100. Ja. Ja, toen hadden we dus uh, acht, uh, acht filialen. En toen ik uiteindelijk vorig jaar wegging, uh, werkten daar ruim 200 mensen verdeeld over uh, ja, 20 uh, locaties in Europa. En het is een strategische partij die het gekocht heeft? Ja. Wat deden, wat, 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 wat ja, dat was een van onze leveranciers. Okay. Ja. En de, die heeft even simpel gezegd, die heeft het bedrijf gekocht en jullie pa en jij hebben aandelen in die nieuwe constructie. Ja. Dat is het verhaal. Ja. En we hebben niks gecashed. Jawel. Oh, ook gecashed. Ja, ja. en, dus en gecashed en geld nog in belang. Ja, dat is een pre-exit noemen ze. Ja, noemen precies. Ze en maar vaak bij een pre-exit hoort dan ook een rol nog in dat nieuwe geheel. Ja, dan? dus uh, mijn vader heeft nog een uh, jaar als adviseur kunnen, uh, kunnen mee, uh, meedraaien. Ja. En, en ik uh, ben dan doorgerold in de nieuwe situatie waarin ik uh, ja, ook nog minimaal twee jaar daar uh, aan moest blijven. Voor uh, de retail, de e-commerce en de en de marketing. En die tijd is voorbij. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was ook weer heel leerzaam. We hebben in twee jaar tijd in schaal verdubbeld, een aantal overnames gedaan, organisatie geprofessionaliseerd. Het motorkledingcentrum werd MKC Moto om het ook internationaal te kunnen laten, uh, laten uitgroeien. En uh, er zat een, een mijn leverancier een groothandel bij. Waardoor ik ook steeds meer uh, wegwijs werd in de combinatie tussen een groothandel en een, en, een, uh, en een retailbedrijf. Ja, dat was, dat was super leerzaam. Ja, snap ik. Ja. En daarmee heb je dan even plat ondernemers vertaald. Het, na die periode heb je dus nog een keer een bak geld gekregen en daarmee de aandelen verkocht van die grote constructie. Of zit je daar nog steeds in? Ja, nee, of, nee daar zit, daar zit ik, uh, dat blijft er in principe in, uh, ah, okay. in Totdat er tot tot mogelijk weer eens een ben... keer een exit ik, komt ik, of ja. whatever. Ja. Uh, hoe oud ben je nu? 34. 34. Ja. Even goed gedaan, hè? Ja. Ben trots op jezelf? Ja. Ja? Ja. Ja. Dat vind ik wel tof dat je dat zegt. Hele ja. Een heleboel ondernemers die gaan dan van alles om. Oh, dat is niet aan mij of als team. Maar hey, ja, en ik realiseer me gewoon echt... echt en dat steeds meer hoeveel... Uh, ja, het is echt hard werken geweest. juiste juist keuzes, risico's genomen... Maar Ook wel geluk. Ja, ja. ja en, en de wind zal ja, in het begin niet. Hè, want ik, uh, ik heb we hebben iets opgepakt wat uh, ja, wat eigenlijk helemaal niet een goede uitgangspositie had. Maar wel in een vloot terechtgekomen die uh, ja die die gewoon goed was. En, en het is gewoon heel gaaf, ondanks dat ik het al ja dat, dat ik het vaker vertel, blijft het leuk om het te vertellen. Omdat het ja. andere mensen ook ja ook wel weer wel weer inspireert. En wat zijn de kenmerken dan waardoor jij um, wat heb jij in huis. Waardoor je zeg maar, trots kan zijn op jezelf. Wat zijn die kenmerken dan die je nodig hebt, blijkbaar? Nou, ik denk dat ik uh, dat ik vooral heel goed hè, met mensen om kan gaan uh, ja. mensen mee kan krijgen in, uh, in mijn enthousiasme. Hè. Ik, ik, ja, ik, ik, ik sleur dan zeker ook, hè, als je echt er, als ik echt ergens in geloof, ja, dan kan ik dat ook wel echt overbrengen op mensen en dan en dan. Ja, door dat enthousiasme heb ik ook wel ja, uh, het idee en, en de ervaring dat mensen ook graag hè, voor je en met je samen willen werken en, en je dan ook volgen als je, ja, als mm. je een mooie of een goede stip aan de horizon uh, dus schetst. Het vorm van leiderschap misschien. Dat, uh, ja, dat zou, kan je zeggen, ja. 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 Um, hoe is het om veel geld te hebben? Weet ik niet. Zo niet. <laughs> ja, wat is veel geld? Ik weet ik veel. ja, ja. Nee, ja uh, kijk, om, wat, hoe is het om veel geld te hebben? Ik denk dat een. Uh, dat, uh, Positie waarin je uh, niet zozeer hoeft na te denken over geld bij de dagelijkse dingen die je doet, dat dat een hele fijne uh, fijne uitgangspositie is. Mm -hmm. jij, moet jij nog ben je financieel onafhankelijk? Je, je hoeft niet meer te werken als je zou willen. Ja, ja en nee. Uh, uh, ja. Dat ligt er ook, ja? Ligt er ook maar net weer aan wat, wat je eigen doelen zijn? Ik uh, ja, nee, ik denk het niet. Ja, ja, dat is natuurlijk iets wat bij marketing ook wel eens gehoord heb. Hebben van ja. mensen zeiden van wat is de financieel afhankelijk van een van de belangrijke dingen ook als je, je bedrijf gaat verkopen? Is dat je een scenario maakt van wat heb je nodig? Want ja. de, de ene die leeft heel eenvoudig, ja. en de andere die wil zes jachten en 28 auto's. En ja. dan uh, is er niets anders. Van. Nou ja, dus als ik nu zou stoppen met werken en ik moet op een andere manier voldoening uit het leven halen, ja, dan ga je inderdaad veel geld uitgeven. En dan ja, dan weet ik niet of ik dat uh, ja, ben. Ja, ik ben blijf redelijk down to earth. En uh, ik denk niet dat ik hele exorbitante dingen in het uh, heb gedaan of in het nee. vooruitzicht heb. Dus wereldreis. Ja, dat was dat, dat hebben we dan wel gedaan. Ja. Ja. Hoe lang ben je weg geweest? Vier maanden. Vier maanden. Oh, ja. dat valt ook het aan. Maar dat is toch allemaal netjes. Ja, en toen hadden we ook echt wel weer zin om naar huis te gaan. Ja, maar we dus, is uh, met vrouw en kleintje. Hè? Ja, we hadden toen een zoontje van negen maanden en toen zijn we rechts om de wereld gevlogen. Daar ja, was, was super gaaf. Maar aan het einde ook allebei echt wel weer zin om naar huis te gaan. En ja, als je dan eenmaal thuis bent, dan krijg je, kreeg ik ook weer de drang om gewoon weer weer te gaan ondernemen. Hmm. En dat ben ik ook weer aan doen. Ja, dus ik heb, uh, dat is wel een uh, leuk kringetje. Uh, <laughs> op een uh, rally georganiseerd door Marktlink ben ik... Uh, oh, serious? Ja, ben ik uh, ja. Wout-Jan tegengekomen van uh, Find Your Equity Partners. En dat is een investeringsgroep die uh, investeert in, uh, in, in MKB-bedrijven. Uh, en ik was voordat ik op wereldreis vertrok al bezig. Ja, wat ga ik nou eigenlijk straks doen met mijn leven... als ik MKC uh, niet meer heb? Ja. Dus nou, heel veel scenario's mijn hoofd uh, laten passeren over bedrijven die ik zou overnemen of waar ik zou investeren. Of, als ik, of uh, dat ik als consultant zou gaan werken. En toen ik hem sprak tijdens die rally, had hij het over die investeringen in meerdere MKB bedrijven. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel gaaf. Dus dat plantte bij mij een zaadje. En ik dacht, uh, ik was, toen, mijn, toen ik wegging bij MKC, was het echt wel een groot bedrijf geworden. Uh, uh, dat was. Daar was ik ook een beetje van ontvreemd, ook omdat de organisatie niet meer, eh, niet, meer, niet meer helemaal bij mij paste. Dus toen dacht ik, dan is het eigenlijk ook wel gaaf om in een aantal bedrijven te investeren, eh, actief te investeren en daar ook mee aan de bedrijven te werken, zonder dat ze uh, 200, 300 man groot moeten worden, maar door er een aantal naast elkaar te zetten, toch de ondernemende uh, vibe erin te houden, uh, maar toch wel ook weer schaal te kunnen, kunnen maken. Dus uiteindelijk na die reis een aantal gesprekken gehad uh, en uiteindelijk met uh, nou, eigenlijk een heel lang verhaal kort uh, met uh, Wout Jan en zijn compagnon samen, een, uh, dus met hun investeringsgroep een bedrijf opgericht waarmee we bij een beeld aan het doen zijn in de signing sector. Dat is uh, grote... Uh, signing is outdoor. Ja, signing is heel breed. Uh, outdoor, indoor, uh, vlaggen, uh, car wrapping. Alles is, alles is signing. Maar ja. waar wij ons in specialiseren is vooral uh, interieur signing. En dan uh, in de zin van akoestiek, uh, XL uh, prints aan de wanden. Uh, Wat zijn, zijn je klantgroepen dan? Uh, eigenlijk grote projectinrichters. Uh, Interieurarchitecten. Die zijn in beeldpartijen, vastgoedbeheerders die uh, grote kantoorruimtes verkopen ah, ja. of huren. Uh, of, ho of hotels of hospitality. Uh, en daarin kunnen wij die bedrijven ontzorgen op het gebied van de, van de signing. Dus eigenlijk de, het sausje over het interieur heen, wat, ja, wat, wat de merkbeleving meegeeft. En ja, ik, ik denk en ik zie dat dat steeds belangrijker wordt. Ja. Dat, uh, waar, waar mensen vooral thuiswerken tegenwoordig. als ze naar kantoor gaan, dat ze ook echt worden ondergedompeld in, de, uh, in het merk. Ja. Um, en dat, dat, dat de kantoorruimte of de werkplek waar ze naartoe gaan ook echt gewoon een fijne plek is om, om te werken. En ik kan me voorstellen dat het een branche is waar nog veel kleine bedrijfjes. Ja, er uh, zitten uh, duizenden, uh, yeah. uh, 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 kleine, kleinere bedrijfjes, uh, maar ook een aantal middelgrote en grote. Alleen er is nog geen, niet echt een private equity actief in die, in mm -hmm. die sector. Dus we hebben mm -hmm. nou, het eerste bedrijf wat we in de groep hebben betrokken is een, is een groothandel. Uh, in, uh, in signage en display materialen. En het tweede bedrijf is een echt een uitvoerende signmaker die dus echt al bij die klanten binnen zit en, uh, en, en grote projecten kan, uh, kan draaien. Ja. En daar zijn we nu uh, aan het kijken naar een aantal extra uh, add-ons. En dat is super gaaf. Wat doe jij specifiek dan? Waar, waar is je, hoe ziet je werkweek eruit? Zeg maar? Waar ben jij met name mee bezig dan? Nou, ja, ik pendel eigenlijk tussen de, tussen de bedrijven. En uh, we zijn nu vooral ook aan het zoeken naar, uh, naar, naar nieuwe, nieuwe, nieuwe potentiële bedrijven om okay. over te nemen. Dus ik ben heel erg de markt aan het, uh, aan het verkennen. Heel veel gesprekken aan het doen, koffie aan het drinken. En het is ook wel weer leuk dat uh, ik heb bij MKC een redelijk conservatieve markt. Uh, ja, niet opgeschud, maar wel in beweging gebracht. Beetje, ja. Ja, en je merkt hier ook dat in die signingmarkt heel veel bedrijven uh, echt naar, als concurrenten naar elkaar kijken. En, en, en ja, ja. dat je eigenlijk een soort van op slot zit. En op de een of andere manier lukt het me dan toch wel om via LinkedIn en mijn netwerk, dan eigenlijk met allerlei bedrijven in gesprek te komen. En daar hoeft niet gelijk een overname uit te komen. Maar ja, wellicht komt dat een keer tot een samenwerking. Of, hè, of heb je elkaar links of rechts een keer nodig. Maar ja, ik, ik, ik realiseer me ook dat. Ook door uh, MKC, ja, we hoeven die taart, die hoef je ook niet in je eentje op te eten. Hè. Dus, hè, er is altijd ruimte voor goede concurrenten en die, en die houden je ook scherp. Mm. En weer dus je enthousiasme en je, 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 je onbevlogenheid en misschien van visie, waar je, dat je weet waar je naartoe wil, dat je ja. daarmee dus mensen en partijen mee trekt. Ja. Um, heb jij een toekomstplanning als ondernemer? Nou, een, voor de komende jaren wel. Ik zou heel graag uh, meer willen leren in, in de zin van het overnemen van, uh, van bedrijven. Um, en ik, ik kom uit een B2C, B2B-achtige uh, retail uh, e-commerce omgeving. En ik ben nu vooral uh, in, in, in maakbedrijven aan het, uh, ja. aan het investeren. Ja, samen met een investeringsgroep. Dus heel veel mensen vragen, ja, wat doe je eigenlijk in de signingmarkt? Of wat ben je aan het doen? Dat is iets heel anders dan wat je deed. En, daar heb ik toch wel bewust voor gekozen, omdat ik ja, dit gecombineerd met de ervaring die ik al heb, denk ik, een hele brede kennis en ervaring uh, bij elkaar is, die ik straks uh, over een paar jaar wellicht op een andere manier weer zou kunnen... Maar als partner bij Marketing misschien? Mag ik je heel veel uh, plezier wensen en dank voor je uh, ondernemersverhaal. Leuk ja. dat je dat op CVD uh, bent uh, komen vertellen. Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het uh, kijken en dankjewel voor het luisteren. Zit je op YouTube? Hieronder abonneren en klik op het belletje, mis je helemaal niks meer. En zijn, ben je nu aan het luisteren naar de podcast, uh, dan kun je ook abonneren op CVD TV en laat ook eens een review achter. Vind ik super tof om te weten wat je van CVD TV vindt. Um, namens Marklink, een serie waarin ik praat met ondernemers onder andere over het verkopen van je bedrijf. Namens Markling. dank je wel voor het kijken en dank je wel voor het luisteren. Hoi.